Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Bucky's Adventures. Ik ben Robin. En ik ben Bente. En dit is onze hond Zimo. En met z'n drieën rijden wij samen in onze zelfgebouwde camper door Europa. Ah, welkom bij een nieuwe week. Deze week beginnen we bij de Grand Canyon. Dat is een hele grote canyon in het binnenland van Marokko. En dan vanuit daar rijden we terug richting de kust. Ja, we gaan naar Sidi Ifni onder andere. We gaan we komen eerst nog in Tisni. Oh ja. Dan rijden we terug naar Agadir. Want ik Agadir, moet naar tandarts weer voor controle. Verder geen last meer van, maar dus ik moest nog even terugkomen. En vanaf daar rijden we dan door naar Meerleft en Sidi Ifni. Ja, Sidi Ifni inderdaad. Dat is al een leuke plaats met een Spaanse geschiedenis. En uiteindelijk gaan we door richting Gwelmim. De stad zelf is niet heel bijzonder, maar wat wel heel leuk is, is dat we de grootste dromedarismarkt van Marokko gaan zien. Dus dat is een stukje authentiek Marokko. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat is. Dus dat voor deze week. Veel kijkplezier. Tisnit is een stad in het zuidwesten van Marokko. We bezoeken de stad kort en hier vind je een kleine souk waar je lekker rond kan lopen. Wat bijzonder is aan deze stad is dat wij voor het eerst een fontein tegenkomen in Marokko, genaamd de La Source Bleue. Naast de fontein vind je ook een kasba in Tisnit, welke ook het bezoeken waard is. Na Tisnit zijn wij doorgereden naar de kust. We hebben even twee nachtjes op een camping. Ja, Camping Paradise. En het was, paradijs is een heel groot woord, maar het was best wel een goede camping. Toch? Ja, je betaalt 90 dirham per nacht. Dat valt wel mee. En het is echt een hele Europese camping. Volgens mij is het vrij nieuw ook. Ze hebben alles geleveld, heel mooi. Je hebt uitzicht op zee. De omgeving zelf is niet zo heel interessant, moet ik eerlijk zeggen. Nee, je hebt niet heel veel. Je hebt wel het aantal huizen, maar je hebt verder niet zo heel veel in de omgeving. Maar wel het strand, dus dat is wel lekker. Ja, dat is fijn voor de hond. Maar je hebt geen restaurants. De camping zelf is bezig met het bouwen van een restaurant. Dus dat schijnt als goed binnenkort af te zijn. Ze hebben een klein supermarktje waar je basisdingen kan halen. Alleen geen fruit en groenten, dat hebben ze niet. Dus meer dingen in blik en dergelijke. Ze hebben een zwembad, ook een zwembad voor kinderen. Goede douches. Ja, hele goede douches. Echt lekker warm, goede straal. Dus zeker het aanraden waard. Ja. Dus dat, maar gaan we verder. We gaan terug naar Agadir vandaag. Ja, ik moet van eind van de middag weer even terug naar de tandarts. Om alles even te controleren of alles nog goed is. Als het goed is wel, want ik heb er verder geen last meer van. En we moeten even boodschappen doen. En Carrefour, langs Decathlon, moeten we naar de Indie-winkel,
voor de telefoonkaart. Was. Oh. Dat was het toen. Een drukke dag, het is anderhalf uur rijden. Ja, er is een beetje een regeldagje vandaag. En dan gaan we daarna door naar camping Bakkanoe. Want daar schijn je gasfles te kunnen vullen. We hebben heel veel bijzondere verhalen gehoord over de eigenaar. Die schijnt niet helemaal 100 te zijn. Het schijnt een beetje een appartement te zijn. Ik zie heel veel Google reviews, 1 ster, waarbij ze dan zeggen, ja, dan worden uitgescholden en weet ik veel. En dan zie je die eigenaar er heel raar op reageren, dat mensen parasieten zijn en zo. Ja, het is een beetje gek, maar daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd nu. Ja, dus we gaan kijken hoe we dat zelf ervaren vandaag. Maar het schijnt wel een goede camping te zijn verder. Dus, ja, en het belangrijkste is dat we de gasfles kunnen vullen, want die is bijna leeg. Dus dat, anders kunnen we niet meer koken. Nee, dus dat. Lange dag. Nou, we zijn gisteren naar Agadir geweest. Ja. Alles geregeld, althans behalve het telefoonabonnement. We hebben eigenlijk niet zo heel veel geregeld, want we wilden de was doen, ja, maar dat kon niet. We zijn dan wel boodschappen gaan doen, dat is wel gelukt. En uiteindelijk gingen we naar de telefoonwinkel en daar kwamen we erachter dat het... Dat we opgelicht zijn door Envy. Ja, of door 1 medewerker van Envy. Ja, ik weet nog niet hoe wij ons geld precies terug gaan krijgen, dat is nog vraag 2. Maar waar het op neerkomt is dat de medewerker van Envy... Oh, er liep een vlieg over de camera. dat de medewerker van Envy die heeft ons bestolen in Asila, waar we de simkaart hebben gekocht. Ja, die heeft ons niet per se bestolen. Die heeft het heeft geld... Heeft Envy bestolen. Ja, die heeft het geld in zijn eigen zak gestoken. Hij had een simkaart die al gereserveerd was voor iemand anders, maar die is nooit komen opdagen. En, ja, die simkaart was geblokkeerd eigenlijk de dag dat wij hem gekocht hebben. En hij dacht. Ja, maar daardoor zijn wij dus ook in de problemen gekomen. En hebben wij dus ook, zijn we ook geld verloren hieraan. Ja, want we moeten nu weer een nieuwe simkaart kopen. Ja, en we hebben €20 voor niks betaald. Nee. Dus dat is niet helemaal fair. Dus ja, ik ben nog met de klantenservice bezig van Envy om dat op te lossen. In ieder geval, tip voor jullie, zorg dat je zeker weet een factuur meekrijgt van Envy. Ja, een factuur. Je moet sowieso, ik weet niet of jij dat toen hebt gedaan, maar je paspoort en zo laten zien. Ja, wij dus ook niet gedaan. Om hem te registreren, maar dat wisten wij toen nog niet. Nee. Omdat we pas net een dag in Marokko waren. En in Nederland hoef je volgens mij geen paspoort te laten zien. Nee. Als je een simkaartje koopt. Dus dat wisten wij toen nog niet. En uiteindelijk moet dat dus wel. Dus als je naar Marokko gaat, pas dan op dat je... Of in ieder geval let erop dat je... In ieder geval je, zeg maar, met je paspoort iets moet doen. En dat je een factuur meekrijgt van wat je hebt gekocht. Dus dat. Daarna zijn we doorgereden, camping Bakkanoe. Waarvan we dachten van, dit zal wel heel raar zijn. Ja, dat een beetje gemixte reviews over de... Vrienden van ons zeiden ook van, hij is een beetje een rare vogel. Nou ja, onze conclusie eigenlijk dat het best wel een hele prima camping is. De man is heel chauvinistisch. Het moet allemaal in het Frans. Dat is voor mij de enige taal die bestaat op deze wereld. Ja. Maar zolang je dat enigszins probeert, waardeert hij het wel. De douches waren gisteren erg goed. Vandaag waren ze minder. Ik weet niet waar dat door ligt. Het fijne is dat je gasfles kan vullen hier. Er zijn maar weinig plekken in Marokko waar dat kan. En wij betaalden €120, €12 voor een volle gasfles. Dus dat is vrij goedkoop. Dus ja, mocht je je gasfles moeten vullen in de omgeving van Agadir, kunnen wij deze camping zeker aanraden. Je betaalt €80 voor de camping, dus... Dat valt ook reuze mee. Ja, en je laat je gasfles gewoon achter. En Simo is druk. Ja, en het enige was, wat we ook heel veel hadden gelezen, wat die man ook zei, is dat hij even een aantal waakhonden loslopen over de camping. En die zijn heel agressief naar andere honden. Tenzij je aangeeft wel eigenaar, ik wil dat onze honden elkaar leren kennen. Dan gaat hij mee. Dan zorgt hij ervoor dat zijn honden weten dat ze jouw hond met rust moeten laten. En dan is het verder ook helemaal prima. Ja, hij heeft verder dat is gewoon een dingetje waar je rekening mee moet houden. Ja, ze hebben ook niet meer naar elkaar geblafd of zo. Nee, verder zijn het hartstikke lieve honden. Dus dat. En nu weer 2 uur rijden en dan zie je die Ifni. Ja. Stop.
Nou, we zijn aangekomen op onze laatste kustbestemming. Plaatsje Sidi Ifni. Ja. We staan op een camping El Barco. Er worden wel veel campings, laten we zien in deze video. Ja, het is best wel veel campings, maar je hebt er ook niet zo... Het is allemaal best wel goedkoop en we hadden ook een aantal keer gewoon een camping nodig voor gas en zo. Dus we staan laatst tijd best wel veel campings. Maar ja, het is toch niet duur, dus... Nee, maar betaal je hier 7 euro. Ja. Het is best wel een prima camping qua locatie. Het is heel leuk, want je staat direct aan zee. Ja, zeker. En aan de andere kant heb je kliffen, super groen. Ik denk dat ik hier meer groen heb gezien dan in heel Marokko bij elkaar. Ja, dat misschien ook niet, maar het is best wel groen. En je hebt hier douches en toiletten. Je kan hier ook je was laten doen. Niet aan te raden. Die raden we af. Ja. Wij hebben hier de was gedaan en het is eigenlijk viezer dan dat het uitkwam. Het is een soort witte... Het is geen bleek, maar een soort witte vage zit er nu op veel zwarte dingen. Ja, het is niet schoon, nee. Maar ja. Dus we krijgen als goed het geld terug. Ja. En we gaan zo even het plaatsje verkennen. Het schijnt heel leuk te zijn. Historisch gezien is Sidi Ifni een exclave geweest van Spanje. Dus je zou wat Spaanse invloeden moeten terugvinden. Dus kijken of we daar wat van kunnen vinden. Ja. We hebben nog een oud militair vliegveld. Dus genoeg te ontdekken hier. Sidi Ifni ligt in het zuidwesten van Marokko aan de Atlantische Oceaan. Wat ons opvalt is dat de stad onwijs groen is en veel parken heeft. Tot 1960 was het een exclave van Spanje, alleen verloor Spanje de stad in de oorlog. Tegenwoordig zie je nog wel veel Spaanse invloeden in de stad. Via het oude vliegveld dat de stad opdeelt, rijden we naar de haven. In de haven vind je namelijk de enige scheepskabelbaan ter wereld. De kust voor Sidi Ifni is te ondiep voor schepen, waardoor een kabelbaan is gebouwd die de zee ingaat om zo mensen en goederen aan land te krijgen. Sinds de Spanjaarden uit de stad zijn, is deze kabelbaan nog niet meer in gebruik. Nou, we zijn weer naar binnenland gereden. We zijn in het plaatsje Guelmin aangekomen. Het plaatsje zelf is niet heel bijzonder, moet ik zeggen. Het heeft geen medina, geen souk of iets. Wel een wat meer lokale markt. En wat superleuk was, is dat de mensen hier echt totaal anders zijn. Dit is dus leuk aan Marokko. We hebben hier wat gekocht in de lokale winkel. En vervolgens word je uitgenodigd. Krijg je een cursus hoe je het zelf moet maken. En word je ook uitgenodigd op de lunch. Superleuk. Mohammed verkoopt in zijn winkel verschillende lekkernijen, maar in specifiek leert hij ons hoe hij chabakia maakt. Chabakia is een stuk deeg wat in reepjes wordt gesneden en samengevlochten. Vervolgens wordt het gefrituurd en wordt het ondergedompeld in honing. Chabakia wordt vooral gegeten tijdens het Marokkaanse Ramadan. You push behind and then push behind and then here open like that nearly and then you turn. Okay, that's the bit I miss. Dus ja, super leuk dat je hier bij mensen gewoon welkom wordt geheten. Was een hele mooie ervaring, dus ik hoop dat we dat misschien nog wat meer mee gaan maken. Verder blijf je iets langer dan verwacht. Ondanks dat er niet heel veel te doen is. Maar zaterdagen is er dus de grootste kamelenmarkt van Marokko. Al zijn het dromedaris hier, want ze hebben maar één bult. Dus ja, dat schijnt morgen te zijn. Je kan parkeren op dat terrein. Dus daar gaan we heen. En ik denk dat dat wel een bijzondere ervaring is. Dus daar hebben we wel zin in.
in a way you are very welcome. Thank you very much. Your time and you are very welcome. And here, because here we have it's... our promises for our briefing and all. Ja, we zijn net op de kamelenmarkt geweest in Guelmin. Het is een hele lokale ervaring, om het maar zo te zeggen. Je hebt een grote markt waar ze dus vee verkopen en handelen. Van kamelen tot geiten, koeien. We hebben een beetje mixed feelings daarvan. Aan de ene kant is het een superleuke ervaring, omdat het heel traditioneel is. Je ziet echt de kant van de Marokkaanse cultuur. Maar de manier waarop de dieren behandeld worden hier vinden we wat minder. Er zaten best wel pittige dingen tussen. De kamelen die hardhandig tegen de grond gewerkt werden. Vastgebonden zitten aan hun knieën, waardoor ze eigenlijk gewoon op de grond liggen en helemaal niks kunnen. Niet de manier die wij gewend zijn. Daarnaast heb je in ieder geval ook nog een souk met een grote groente- en fruitmarkt. Je kan daar andere dingetjes vinden. Dat is wel heel leuk om te bezoeken. Het is echt onwijs groot. Dus dat kan ik zeker aanraden. Nou, we hebben de markt ook bezoek met Jeffrey en Olga. Hi. Van Womo Guide. Zij zijn Oostenrijks. Althans, Jeffrey komt uit Oostenrijk. Zij komt uit Canada, oorspronkelijk uit Oekraïne. Yep. Zij hebben ook een YouTube kanaal. You guys have YouTube as well? Yeah. Right? Womo Guide. Womo Guide. But... Don't worry, we understand Dutch perfectly. Oh, yeah, that's perfect. Then we should go on Dutch. But we've been practicing so many languages. Well. Yeah. But they do their channel in German. But for us as Dutch people, we often understand German. So maybe it's nice to watch them as well. I saw some videos. It's really good. What do you guys think of the market we've been to? It's a good, authentic experience. Definitely. And then it's still meat industry. It's not pretty. As such, but yeah, good to have been here, and the food part is pretty good. Yeah, this bag of olives costs €2, guys. €2. That's really cheap. Also, like the honey was like €7. Yeah, for a kilo, which is like €6 in Carrefour for half a kilo. Orange and it's flower honey, it's delicious. Yeah, yeah. Ze verkopen hier heel veel honingsoorten. Je hebt echt tientallen met van de amandelbloesem, de sinaasappels. Dus dat is zeker moeite waard om eentje te kopen. Anyway. Geen stress. Geen stress. Bedankt. Hij leert alvast Nederlands vanuit onze video's. Maar ja, wil je dus een keer iets anders zien? Womo Guide is zeker aan te raden. Het is makkelijk. Ja. En zij gaan zo meteen verder richting Dakhla. You're going to Dakhla, right? Probably. Yes. We have to calculate the days that we still have left and whether it's worth it. Yeah, and we are going to Zagora. Wij gaan naar Zagora. Het switchen tussen talen is soms even lastig voor mij. Dus we gaan ze niet meer zien. Misschien zien wij ze weer in Portugal. Maybe go to see you in Portugal. Yeah, it's really nice to meet you guys. Actually quite likely we'll be there at approximately the same time. So. Yeah, cool. Hopefully. I wish you a safe journey. Until next time. Likewise. Until next time. Nou, we zijn zojuist teruggekomen van de dierenarts. We merkten al een paar dagen dat Simo een beetje aan het kuchen was. En het leek een beetje alsof er wat vast zat in zijn keel. Toch maar even voor de zekerheid zijn we naar de dierenarts gegaan. Omdat er in Zagora, waar we naartoe willen, eigenlijk in de omgeving niet echt een dierenarts is.
Dus omdat we dan voor de zekerheid toch iets willen weten, zijn we toch maar even langs gegaan. Oh, kijk dit dan, draai die camera's om. Dit is echt bizar. Die vrachtwagen hier. Nou, hier is iets niet helemaal goed gegaan. Iets is hier omgevallen. Heel apart. Hoe hard moet je rijden om daar te crashen? Nou, ook weer wat nieuws. Gewoon, zou ik even... Nee, ga maar door. Nou, we gaan gewoon even door. Het was even een kleine uitstap. We zijn dus langs de dierenarts gegaan. En toen we daar waren, zeiden ze, hadden we het even uitgelegd wat er nou precies aan de hand was. Nou, hij is gaan luisteren en toen zei hij ineens dat Simo wat met zijn hart had. Een soort hartritme wat niet helemaal... hartritmestoornis, iets wat niet helemaal normaal klonk, zoals hij het zei. Het was wel lastig, want hij sprak geen Engels. En wij natuurlijk geen Arabisch. Dus we hebben het met Google Translate een beetje gedaan. Nou, hij heeft hem een soort medicatie gegeven om te kijken. En we zouden dan vanmiddag terug moeten komen. Nou, dat hebben we net gedaan. Het is allemaal goed. Het klonk ook wel weer beter, zijn hart, dan vanmorgen. Gelukkig. Gelukkig. Ja, want we waren alle twee wel erg geschrokken. Dachten gewoon dat er wat vast zat in zijn keel. En ineens hoor je het woord hartprobleem, waar je eigenlijk niet echt rekening mee houdt. Nou, het klonk dus allemaal goed. En omdat hij verder geen raar gedrag vertoont, zoals dat hij niet wil eten of moe is of zoiets, hoeven we ook geen verdere medicatie. We moeten het alleen even in de gaten houden. Maar het is niet iets waar we ons nu heel erg zorgen over moeten maken. Dus dat is positief. Ja. Alleen hebben we al zijn plannen omgegooid. We zijn hier natuurlijk iets langer gebleven vanwege de dierenarts. En als je dus richting Zagora gaat, dan heb je iets van 10 uur rijden geen dierenarts. Dat microfoontje is nieuw, die proberen we nu uit. Maar dan heb je geen dierenarts. Dus mocht er weer wat gebeuren, dan zit je daar. En dat vonden wij toch niet zo'n fijn idee. Ook hebben wij nog maar anderhalve week voordat wij weer in Marrakesh moeten zijn. Omdat mijn ouders daarheen gaan. En als wij dat via Zagora moeten doen, dan is dat gewoon een ontzettend eind om. En moeten wij best wel haasten. Als mijn ouders er zijn, ligt het reistempo ook flink hoog. Omdat zij een camper gaan huren. En wij dan met hun 2 weken samen optrekken. Dus ik vind het eigenlijk wel lekker om dan niet te veel te doen. Dus wij gaan gewoon weer naar boven richting Marrakesh. En prima. Ja, we gaan weer een beetje andere route. We gaan weer een stukje terug. We gaan weer naar Tafraout, waar we in het binnenland waar we dus zijn geweest. Vorige week uit mijn hoofd. Ja. Zijn we daar geweest. Daar gaan we weer naar terug. Daar komen dan ook mensen die wij kennen. Dus die gaan wij daar ook weer zien. En het voelde voor ons gewoon een stuk beter om, als er iets is, als er weer iets gebeurt, dat wij gewoon naar een dierenarts kunnen gaan en niet 15 uur hoeven te rijden om een dierenarts te kunnen vinden. Dus ja, dat was voor ons alle twee prettiger. Vooral voor mij. Ik had vandaag een minder leuke dag. Dus het is wel even prettig om dan toch een beetje in de omgeving te blijven. Of in de omgeving te blijven van een dierenarts. En ja, dan zien we maar dingen die we al hadden gezien. Maar dan misschien weer op een andere manier. En dat vinden wij ook niet zo erg. Ik vind het helemaal prima. We kunnen altijd weer terugkomen. Ja. En we gaan ook maar deze week afsluiten. Want het is alweer zondag bijna voor ons. Dus dat. Bedankt voor het kijken van deze week. Ja. Mocht je de video leuk vinden, vergeet dan vooral niet te liken en te abonneren op ons kanaal. Ja. Vergeet niet naar de website te gaan voor meer informatie over de plekken van deze week. En over de slaapplekken en de dorpen waar we zijn geweest. Ook toevallig als je een hondenkenner bent en je denkt, hey, ik weet wat dit probleem is. Is geen probleem als je dat even achterlaat. Je weet maar nooit. Misschien zeg je, oh, dit heeft mijn hond ook. Dit en dit kun je eraan doen. Ja. Je weet maar nooit. Misschien heeft iemand precies hetzelfde hond of hetzelfde probleem. En we hopen dat je het video leuk vond. En tot volgende week. Doei.